Hij is leraar in Vlaanderen, boekenmeester, kinderboekenschrijver en stadsdichter in Lier, vlakbij Antwerpen. Hij schrijft voor iedereen, maar voor mensen van 6 tot 106 in het bijzonder. In 2022 verscheen van hem Jij bent het einde, met twee soundtracks in samenwerking met muzikant Joey Brokken. Eerder verschenen Volle Muil en Geef Wacht. En het begon allemaal met een titel voor Young Adult, Vlucht. Hier in de studio van Frappante Fragmenten te gast, Tom Marien. Welkom, Tom. Goedemorgen, Rob. Ja, we zitten hier wel heel riant, hè, met buiten het zonnetje. We hebben een prachtig zicht, hè, en een mooie plek ook. Hier, nou. De Jongerenkubus, ja, van Permeke. Ja, en een mooi zicht inderdaad op het plein. Ja. Dus we zitten hier in een afdeling van een van de grotere bibliotheken in Antwerpen. Toch wel. Antwerpen is rijk aan bibliotheken, maar dit is zo'n beetje de hotspot van alle bibliotheken, waar ook heel veel gebeurt. Mm. Er komen uiteraard, zoals in alle bibliotheken, scholen langs, maar je hebt hier ook een echte theaterzaal, waar boekgerelateerde voorstellingen plaatsvinden, ook muzikale voorstellingen. Je hebt hier een sterk aanbod qua personeel, ook mensen die heel goed weten wat ze doen, die allemaal hun specialiteit hebben. En ja, ik denk een beetje het kloppende boekenhart van de bibliotheek uit Antwerpen. En daar mogen wij nu zitten. Ja. Mooi toch? Met een zonnetje erbij. Ja, het is heerlijk. Het is prachtig ook om te zien, uitzicht op het plein. Wat in de introductie trof jou het meest? Misschien zijn dat twee dingen. Enerzijds de brede leeftijd. Kinderen van 6 tot 106... Want ik mag toch altijd hopen dat, ook als je volwassen bent, dat het kind in jou nog leeft. En ik probeer ook heel bewust, met wat ik schrijf, ook die mensen aan te trekken die dan volwassen zijn, maar die toch nog het kind in zichzelf voelen borrelen en leven. En langs de andere kant het woordje boekenmeester, omdat me dat dan toch doet terugdenken aan de tijd dat ik boekenmeester was, niet eens zo lang geleden, hè, in de lagere school. Wat is dat precies, een boekenmeester? De boekenmeester op zo'n school is iemand die in de eerste plaats zelf leest, goed op de hoogte is van het huidige aanbod, van wat er verschijnt. En die probeert in theorie aan leesbevordering te werken. En hij moet er eigenlijk, of hij, zij of ik, moet ervoor zorgen dat elk kind het juiste boek te pakken krijgt. Maar los van het feit dat die boekenmeester leesbevorderend werkt met kinderen, moet hij er toch ook proberen in te slagen om zijn collega's aan het lezen te krijgen. Wat niet evident is, want de huidige leerkracht is overladen met allerlei klussen die er vaak niet toe doen. En die heeft misschien niet altijd evenveel tijd, nog 's avonds, om nog aan het lezen te gaan. Ik denk dat er veel leraren gewoon 's avonds doodmoe zijn na een dag werken en dan nog voor school werken en goede lessen maken en dan nog ook eens lezen en... Het is niet altijd evident, denk ik, maar een echte leerkracht zou... Ja. Bart Moejaert heeft het, nadat hij de ALMA won, eens heel scherp gesteld. Er is ook wat kritiek op gekomen, maar die stelde onomwonden. Een goede leraar moet ook een lezer zijn in de eerste plaats. Een van jouw toppers is toch wel Geef Wacht. Dat is een prentenboek, hè? Klopt. En... Hoe kwam je erbij om dat boek, of dat verhaal te schrijven? Ik denk, zoals bij heel veel verhalen, is de vonk om over iets te gaan schrijven, is dat vaak een uitspraak van een kind of je leest iets in de krant. Iets waar je blijft aan haken. Ik denk, ik kan nu eens even een boekje tevoorschijn halen. Hè? Maar het boek dat ik nu net geschreven heb, en wat in het najaar zal verschijnen, samen met printen van Sassafras de Bruin. Daar las ik ergens in een foto in de krant staan. En dat is een foto van bouten, schroeven, die gemaakt zijn uit staal van de Costa Concordia. Dat cruiseschip dat ter ziele is gegaan. Oh. En het commentaar bij de man van de firma, die schroeven en bouten maakt, die zei van, eigenlijk is die toch wel mooi, hè, dat wij... uit iets dat helemaal is misgelopen, hè, de ramp met de Costa Concordia, dat wij daar toch nog iets mee kunnen doen om dingen een nieuw leven te geven. Ah. En dat is bijvoorbeeld bij mij blijven hangen. En dat idee van iets dat stuk gaat, maar
we gaan dat op een of andere manier recycleren in de breedste zin van het woord. We gaan dat een tweede leven geven. Dat was bijvoorbeeld de vonk voor het schrijven voor een boek dat het eerste licht dat in het najaar verschijnt. Nu, om even terug naar die geef wacht te gaan. En ik denk dat dat een thematiek is die in de meeste van mijn prentenboeken zit. Dat gaat altijd over zoeken. Zoeken, zoeken. En heel vaak niet vinden. Mm-hmm. Maar misschien toch ook maar blijven zoeken. Ja. En dat zit ook, denk ik, in Jij bent het einde. Zeker ook. En dan, ik gaf... In de periode dat ik Geef Wacht heb geschreven, gaf ik ook Okan om de lagere school. Wat is dat? Okan is de anderstalige nieuwkomers. Dus kinderen die bijvoorbeeld echt vanuit Palestina net België zijn binnengekomen. En in Lier, dat kleine provinciestadje waar ik dan woon en werk, terechtkomen. En liefst zo snel mogelijk op de schoolbanken moeten terechtkomen. Die worden dan aan een school toegewezen. Mm-hmm. Dat gezin heeft zijn huisvesting gekregen. En je wil natuurlijk dat die kinderen zo snel mogelijk naar school gaan. En de kinderen die dan bij ons op school terechtkwamen, die moest ik eerst en vooral een veilige leefomgeving bieden. Hè, van, je bent hier welkom en ik ga jou met jou mee op weg om de eerste stapjes Nederlands te leren. Mm-hmm. Maar we doen dat op een hele zachte, veilige manier. En ja, het debat dat overal in Europa aan de gang is en alsmaar verhardt, van... dat het misschien genoeg is dat we geen plek meer hebben en noem maar op. Je kent al dat hele politieke hangijzer. En de idee vooral dat iemand tegen jou zegt van... en dat is het gegeven van de koning hier, hè, ja. Die tegen jou zegt van hou nu maar tegen. Alles wat van de overkant komt, ja. Dat is slecht. En jij als wachter, jij staat hier de grens letterlijk te bewaken. En iets wat van de overkant komt... dat is gevaar. En dan blaas je op deze hoorn, zodat we allemaal in de hoogste staat van paraatheid zijn en onze troepen kunnen in paraatheid brengen om het gevaar van de overkant tegen te gaan. Ja, dat was mijn idee van, er klopt iets niet in perceptie of ik wil die mensen welkom heten en dat vertaalt zich als idee in een boek. Ja. Nu, dat was eigenlijk de vonk. Okay. Nu, dan gaat die wachter op pad, en, ja. Want die gelooft misschien zelf helemaal niet. Wat er tegen hem gezegd wordt. Nice. Misschien is ook een gezonde manier van in het leven staan. Hè? Ja, er wordt van alles aan jou gezegd, maar is dat ook wel waar? Ja. en misschien moet je het zelf maar uitzoeken, ja. Of iets waar is of niet. Inderdaad. En dat doet die wachter in dit verhaal zeker. Ja. Ik moest denken aan geef acht. Ik had ooit toen ik klein kind was, een rekenmethode op de basisschool. Ah, echt? Die heette geef acht. Ah, ja, okay. Vond ik altijd wel grappig waarom ik niet geef zeven of geef zes. Maar ah, okay. Het bleek later, toen ik in militaire dienst moest... Absoluut. Bleek het daarmee te maken te hebben. Ja. Daar vond ik die titel zo grappig. Geef wacht. Ja, het klopt. Het is ook het bevel van, ja, inderdaad, van de koning. Die zegt, geef acht, maar hij moet wachten. Dus maak er een geef wacht van. Ja. Een taalspelletje. Jij bent van de taalspelletjes? Misschien daarom niet. Maar misschien de titel Volle Muil is misschien toch ook een beetje een taalspelletje. Waarin dat ons hoofdpersonage, die kleine uil van zijn vader, de opdracht krijgt om drie keer de maanvis te vangen. Hij krijgt drie kansen. Als het hem niet lukt, wordt hij uit het bos gezet. Mm. De kolonie, de groep, is op zoek naar een... het parlement, moet ik zeggen, hè? Klopt. Want daar heeft iemand mij nog laten weten via mail, maar Tom, een groep uilen, dat heet een parlement. Ach ja, ja dus, echt? Ja, dus oh? Je bent nooit te oud om te leren. Nee. Als eens een boek uit is, kom je nog altijd wat te weten. Dus ze hebben daar een nieuwe leider nodig. En het klassiek trucje van twee keer mislukt iets en de derde keer wat je vaak in sprookjes tegenkomt, zit ook in dat boek. Ja. En het leek me leuk om met het gegeven volle maan en de muil... In dit geval natuurlijk is het een bek, hè, maar mm-hmm. Om met muil van dieren dat te combineren in titel. Dus ja. Ja, hier zit misschien ook een klein beetje een taalspelletje in. Ja, ja. Want jij bent ook poëet, stadsdichter zelfs in Lier. Ja, officieus misschien, maar ik heb wel wat met woorden mogen spelen ook. Dus misschien ben ik toch van het taalspel. Dat kan je in poëzie natuurlijk, dat is wel in de eerste plaats echt spelen met... Klanken, ja. Woorden. Dus misschien ben ik toch meer van het taalspel dan ik oorspronkelijk dacht. Ja. Ja, toch wel. Maar jouw prentenboek, Geef Wacht, heeft wel degelijk een inhoudelijke kant. Ook wel, denk ik, een onderwerp waar je over kan nadenken en over kan praten met kinderen. Dus het is niet echt per se een prentenboek voor kinderen van
4, 5, 6 jaar. Het zou wat mij betreft ook heel goed als uitgangspunt kunnen dienen voor kinderen van 7, 8, 9 of 10 jaar. Ja, zeker wel. Om naar, of een aantal vragen die gesteld worden, een aantal gesprekken die gevoerd worden, tussen wachter en walvis bijvoorbeeld, en wachter en kapitein. Om even te blijven stilstaan en daar misschien wel mee te gaan filosoferen. Ja. Dat is misschien een label, alhoewel ik ben geen fan van labels, maar labels worden vaak in onderwijs toch gebruikt. Mm-hmm. Maar dat is een label dat misschien wel geplakt wordt op de prentenboeken die ik schrijf, dat die misschien wel wat meer van filosofisch van inslag zijn. Hè. Maar op zich vind ik dat een mooie naam. Hè, want... En vaak lezen kinderen ook maar een bepaalde laag. Mm-hmm. Maar kan je dan als meelezer of samenlezer of ouder of grootouder toch een andere laag inlezen? En dan zijn we terug misschien bij jouw intro, dat je zei van, ja, van 6 tot 106. Ja. Dat je daar een breed publiek mee kan en mag aanspreken. Ja. Daar gaan we straks nog een stukje uit horen, denk ik. Graag. Maar ik wil even naar dat andere boek wat daar ligt. Jij bent het einde. Dan denk ik in eerste instantie... dat het gaat over de figuurlijke betekenissen. Ja, je bent echt het einde voor mij. Toch zit er in het boek, als je het leest, ook iets letterlijks, het einde. Wat is daar de essentie van? Ik denk dat ik het begrip einde heb willen oprekken in zijn alle mogelijke brede betekenissen. Het gekke is bijvoorbeeld, als ik voor een klas sta, de laatste lezingen waren vooral in groep, nu moet ik even denken, hè. Groep 5 en 6 mm-hmm. ben ik de laatste tijd vaak geweest. En als ik daar over dit boek wil vertellen, dan begin ik ook altijd met de vraag van... Als ik nu tegen jou zeg, jij bent het einde, wat denk je dan? Is dat iets fijn of minder fijn? Of wat denk je? Kinderen moesten dan precies heel diep gaan graven. Mm. En de uitdrukking van, hey, ik vind jou geweldig, of ik ben misschien zelfs wel stiekem verliefd op jou, hey, de figuurlijke betekenis van die uitspraak... was precies bij veel kinderen nog niet zo duidelijk. Oh. Dus daar komt dit boek voor een stuk al aan tegemoet. Maar dan... ik heb inderdaad het begrip dood... zit daar ook als betekenis van het einde in. Het einde van de wereld komt ook aan bod. Dus en Zain, hè, dat hoofdpersonage dat letterlijk op zoek gaat naar het einde... komt in zijn zoektocht naar dat letterlijke einde ook nog figuurlijke en geografische eindes tegen. Dus ik denk, ja, zo breed mogelijk het begrip einde uitspitten, maar van een hele concrete aanleiding van een meisje dat tegen een jongen zegt van... Hey, ik vind u toch wel heel geweldig. Jij bent voor mij het einde. Ja. Wat zo fijn is aan het gegeven prentenboek, en je kan een gelaagdheid opbouwen als tekstleverancier, als schrijver, maar als je de juiste... samenwerking kan aangaan met een illustrator die echt geschikt is voor dat ene verhaal, dan krijg je weer een bepaalde gelaagdheid in beeld ook. En dan ga je plots zien dat 1-1 niet zomaar 2 is. Maar dan is er een heel ander verhaal dat ook via printen kan verteld worden. En wie heeft dat gedaan voor dit boek? Voor Jij bent het einde is dat Penelope Deltour. Penelope Deltour is een... Ja, is eigenlijk een beetje bekender geworden doordat zij op tv is gekomen. Aha, dat helpt. In iedereen beroemd, ja. Doordat zij de mooiste herinnering van iemand, die dat in iedereen beroemd... Ja, de rubriek De Mooiste Herinnering. Iemand mag dan een bijzonder verhaal vertellen, een mooie herinnering aan iemand die er bijvoorbeeld niet meer is, of een prachtige herinnering met iets dat je in het leven hebt meegemaakt. En terwijl er verteld wordt, is Penelope degene die herinnering in één mooi beeld probeert te vatten. En op het einde van dat rubriekje, dat dan in enkele minuten maar op tv getoond wordt, zie je dan die prachtige print tevoorschijn komen. Ik had haar gezien, ik volg haar werk al een hele tijd. Maar zij is heel breed en ze heeft een bepaald kunstzinnig palet dat mij enorm aansprak. En ik vond haar werk, ook haar beeldtaal, ook heel filosofisch. En ik dacht, dat is perfect geschikt om mee die zoektocht naar het einde te gaan uitbeelden. Ja. Die wolken van haar, die wolkenpartij, is ook prachtig. Kan je naar blijven kijken, ja, 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 ja. Kan je in verdwijnen, ja, vind ik ook. Jouw boek, Jij bent het einde, heeft dus ook wel wat zwaardere kanten. Zoals de dood bijvoorbeeld. En toch heb jij daar hele vrolijke en lieve liedjes bij geschreven. En ook laten opnemen, toch? Jawel, samen met Joey. Hè. Iets wat ik bij...
de twee vorige printenboeken ook gedaan heb. Dat is dan meestal met Stijn, mijn muzikaal maatje, Stijn Trawaan. En dan hebben we echt een soort van muzikale boekvoorstelling gemaakt, die we dan liefst in een theatrale setting speelden. Dat heb je gedaan? Ja, waarbij we dan met de illustrator... Eigenlijk vertellen we het verhaal, we vertellen echt het boek, we slaan amper een letter over. Tussendoor zijn daar liedjes bij, die allemaal aangehaakt zijn aan het boek zelf. Bijvoorbeeld Ingeef Wacht, is dat een liedje over de walvis, over de kapiteinen, de personages die de wachter onderweg ontmoet. En ondertussen wordt er ook live getekend door de illustrator die het boek dan ook getekend heeft. En dan staan we met z'n drieën op het podium. In de beste gevallen hebben we dan ook nog fijne belichting daarbij, hè, met de juiste techniek. En dat is iets wat dat wel werkte. Mm-hmm. En volgens mij ook juist is, omdat je sowieso dicht bij het boek blijft. Nu gaan we het iets anders doen. Ik ga ook eens met een andere muzikant samenwerken. En we maken liedjes en we zorgen voor een goede opname. En we haken dat aan via een QR-code. Ja. En ik denk ook dat dat kan werken. Of de reacties in ieder geval zijn heel fijn op die nummers. En het staat ondertussen ook op Spotify. En soms wordt het hier en daar eens opgepikt. En dan komen mensen toch ook alweer bij het boek terecht. Ja. Ik was echt ontroerd van dat nummer dat je me toestuurde. Ja. Ja, ver vooruit. Dat was zo aandoenlijk. Gewoon een pareltje. Waardoor ik denk dat ik het boek ook weer anders in handen pak en anders lees. Ja. Het voegt niet zomaar iets toe. Het is een hele andere aanvliegroute. Maar wel heel mooi bij elkaar, hoor. Okay. Prachtig. Ja. En het is... Maar ook Shari, de vrouwelijke stem die daarop zit. Het duo, de stemmen die samensmelten. Ik moet ze alle twee nog eens van harte danken, want het klinkt... Ik ben zelf ontzettend tevreden. Ja. Ja. Shari en Joey samen. En het op zich kan het nummer losstaan van het boek, maar als je dan het boek gelezen hebt, dan ga je weer anders naar het nummer kijken. Ja. Zoals jij zegt, of anders naar het boek. Ik denk dat we nu wel toe zijn aan een... Voorlezen? Een stukje voorlezen. Okay. Zet hem even uit... En als je zover bent, kan je beginnen. Elke dag gebeurt hetzelfde. De zee komt en gaat. Ze rommelt en ruist. Ze golft en bruist. Wind rolt af en aan. Boven de zee en boven het land. Hij ruikt naar zee en overkant. Een overkant die ik niet zie vanuit mijn toren. Ik heb hier tijd. Veel tijd. Misschien te veel, want wachten is maar wachten. Zelfs in een toren aan zee. Elke dag doet de koning zijn ronde. Geef wacht, roept hij wanneer hij halt houdt aan mijn toren. Dan recht ik mijn rug, steek mijn kin vooruit en presenteer mijn speer. Ik zuig mijn borstkas vol en proef de lucht. Toen ik voor het eerst in deze toren stond... zei de koning tegen me, ik wil dat jij hier de wacht houdt, aan dit land aan de zee, aan mijn land. Geef wacht, elke dag en elke nacht. Ik knikte en sloeg mijn hielen tegen elkaar. Ik rechtte mijn rug en zette een hoge borst op. Majesteit, zei ik, voor u hou ik mijn ogen open. Ik hou twee ogen in het zeil, voor u en uw land aan de zee. De koning spreidde zijn armen. Zijn mantel wapperde in de wind. Alles heeft zijn plek, wachter. Ik ben koning van dit land. Jij bent mijn wachter in de toren. Zolang jij hier staat, blijft alles zoals het is. Hij wees met een gestrekte arm naar de zee. De overkant moet overkant blijven, begrijp je? Nog altijd geef ik hier wacht. Ik ben nu eenmaal de wachter van de koning aan zee. Maar meer en meer ruik ik de andere kant. Meer en meer denk ik aan het andere land. Wat als ik vandaag mijn toren verlaat en naar de overkant roei? Zal ik daar zeggen dat alles zijn plaats heeft? En wat moet ik er met mijn speer? Tonen of stoten? En blaas ik vol op mijn hoorn om mijn angst aan te jagen? Meeuwen cirkelen boven de zee. Ze krijsen, zoals ze altijd doen. Maar vandaag klinkt het anders. Ze roepen me en tonen me de weg.
de weg naar de overkant. De tijd die wachten heet, heeft lang genoeg geduurd. Wat heeft een koning nu aan een krijger die niet voorop gaat in de strijd? Voorwaarts, mars, zingt mijn hoofd. Ja, prachtig voorgelezen. Dank je wel. Graag gedaan, Rob. Een blik op de klok leert dat we aan het eind van het gesprek zijn gekomen. Is er nog iets wat we niet besproken hebben, waarvan je denkt, daar moeten we het toch nog heel eventjes over hebben? Misschien het feit dat het label jeugdboek soms ook volwassenen ontmoedigt om een jeugdboek te lezen. Of kinderboek. Of misschien is zelfs dat een foute benaming. Erik Vlaming, een hele straffe Vlaamse schrijver, heeft onlangs in een podcast 3 boeken een hele wijze uitspraak gedaan, waar ik dan aan bleef haken. Hij zei, potverdorie, ja, die man heeft eigenlijk gelijk. Hij zei, door het feit dat er zoiets bestaat als wat wij kinderboeken of jeugdboeken noemen, zorgt dat ervoor dat bijvoorbeeld volwassenen die boeken niet gaan lezen. Want ach ja, het is toch maar voor kinderen. En hij zei, het is ook onzin dat wij mensen blijven wijsmaken dat je als lezer ongeveer even oud moet zijn als het hoofdpersonage van je boek. Dat bijna een ongeschreven wet is, ook voor young adults. Het moet gaan over jongeren. En dan is het geschikt voor een young adult boek. Je moet als lezer zeker niet even oud zijn als het hoofdpersonage in je boek. De wereld is veel groter en breder dan dat. Maar ja, ik denk dat... Het gekke is dat een volwassen roman is inderdaad misschien alleen maar voor volwassenen of hele vroegrijp of fanatieke lezers die op dat moment 14 of 15 jaar zijn. Ja. Die kunnen zeker ook in volwassenen romans iets vinden. En dan moet ik denken aan die prijs van de Inktaap bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is die niet Vlaams-Nederlands? Ja. Of die selectie is in ieder geval ook Vlaams-Nederlands. En daarin lezen misschien de fanatiekere lezers, maar echte volwassen romans. En gaan dan ook in gesprek over die boeken. Daar zit dan een Grunberg of een Lanois bij. Dus dat is een zeer zinvol iets. En dat ondergraaft eigenlijk de stelling net van dat je zeker niet even oud moet zijn als dat hoofdpersonage. Maar gewoon een roman is misschien hoofdzakelijk inderdaad voor volwassenen. Maar waarom mag een kinderboek of een prentenboek niet zomaar voor volwassenen zijn? Ik vind dat soms frustrerend. Terwijl zij die de portemonnee opentrekken, ook ja, altijd de volwassenen zijn. Ja, natuurlijk. Ja. En dat werkt dan misschien net demotiverend. Want we gaan toch geen kinderboek op. Tenzij het misschien voor een verjaardag is, of voor een metekind of een petekind of zo. Hmm. Dan is dat misschien wel makkelijker gepermitteerd. Maar daarmee dat ik ook blijf zeggen dat ik schrijf voor 6 tot 106. Ja. Ja. Mooi. Ja, mooi. Helder en mooi voor de afronding. Ik wil je ontzettend bedanken, Tom, voor het fijne gesprek. Graag gedaan. Fijn dat dit kon en mocht, Rob. Ja. Mm-hmm. We gaan nog veel van jou horen, denk ik. Want er komt eind van het jaar een boek uit, begrijp ik? Klopt. Het eerste ligt met een prentenboek, uiteraard. Voor dezelfde leeftijdscategorie, denk ik. Over dood, rouw en verdriet. Hmm. En een zwaarder thema dat daarom niet zwaar hoeft te zijn. Aha. Misschien... Een taboe, ik weet het niet of het nog altijd nog een taboe is, met prenten van Sassafras de Bruin. Ah. En Sassafras is iemand die eigenlijk eerst, net voor Penelope, dat rubriekje deed. Dat ene rubriekje op tv. Ja, 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 ja. Penelope is haar opgevolgd. Aha. Kijk aan. Maar iemand die ik ook bewonder in haar beeldtaal. Ja. Dus ik denk een samenwerking om daar uit te kijken. Mooi. Nou, leuk. Leuk je ontmoet te hebben. Succes. Okay. En wellicht tot de volgende keer. Graag. Oké, Rob. Tot ziens. Okay. Tot hoors. Dag. Dag. Thank you.